veel verdachte zaken in Bredase wijk De Belgen. Politie zit met de handen in het haar. Er wordt momenteel een speciale groep speurders getraind. Hallo allemaal. Er is iets vreemds gebeurd in de wijk Belkrum in Breda. Om deze zaak op te lossen is er een speciaal speurteam samengesteld. Daarin zitten echte speurneuzen die goed kunnen samenwerken. Ook beschikken zij over bijzondere eigenschappen. Het Jeugdjournaal wil ze graag aan jullie voorstellen. Mara, omdat zij alles onthoudt. Tara, omdat zij goed sporen kan zoeken. Danny, omdat hij alles durft. Lars, omdat hij goed kan afluisteren. Hoofdje, omdat ze snel te vertrouwen is. Joris, omdat hij al goed kan lezen. Mika, omdat hij alles weet te onderzoeken. Dit speciale team moet zo meteen nog wel een test doen. En daarna zullen ze klaar zijn voor de eerste. Maar wat kan zij echt doen? Morgen valt er eerst de regen, later schijnt de zon, maar in Zeeland kan weer een bui vallen. Het wordt ongeveer 12 graden. En dit was het Jeugdjournaal. Maak er nog een hele leuke avond van en dan zie ik je later. Doeg! Zonder dat je het weet, laat je met je vingers sporen achter, vingerafdrukken, bij alles wat je vastpakt. De vingerafdruk is eigenlijk een stempel van de binnenzijde van je vingers, maar ook je handpalmen en je tenen kunnen afdrukken achterlaten. Met een loop kun je die geribbelde lijnen heel goed zien. Ze zijn niet allemaal hetzelfde, sommige lopen recht, andere splitsen zich of ze vormen lussen of kringen. Vingerafdrukken zijn natuurlijk hartstikke interessant om te bestuderen, maar nou schijnt de politie door ernaar te speuren er misdrijven mee te kunnen oplossen, zeggen ze. Dus jij wil me zeggen dat je met vingerafdrukken echt een misdrijf kan oplossen? Ja, en omdat voor speurders vingerafdrukken heel belangrijk zijn, moeten jullie nu maar even naar de tafel om jullie eigen vingerafdruk op jullie detectivekaart te gaan zetten. Bekijk ze daarna goed met de loep. Hoe gaat dat, vingerafdruk afnemen? Oh, dat kan ik je wel laten zien. Dit is de inkt waar we het mee doen. Dus ik zal het even bij jou doen. We doen even de vingers, één voor één. We drukken de vinger in de inkt en dan op het papier. Speciale speurersteam bijna klaar voor de grote klus. Als ze slagen voor het sporenonderzoek, dan krijgen ze de geheime opdracht te horen. Hallo allemaal, jullie zijn er bijna geslaagd als geheime agenten van het speciale speurteam. Jullie vingerafdrukken zijn al opgenomen. Het enige wat nu nog moet gebeuren is een speurtest. Als jullie deze test goed doen, dan zijn jullie geslaagd. En kunnen jullie de geheime speuropdracht gaan uitvoeren. Wat die opdracht is, dat horen jullie later. Zometeen krijgen jullie allemaal een papier met erop een schoenafdruk. Net als vingerafdrukken is het kunnen herkennen van schoenafdrukken heel belangrijk voor een goede geheimagent. Jullie zijn met 7 speurders en krijgen iedere schoenafdruk om te zoeken. Ja. Buiten in de zandbak staan 8 schoenafdrukken. Kijk of je de schoenafdruk van jouw papier terug kunt vinden in de zandbak. Ja,
Als je het niet zeker weet, moet je het even samen bekijken. Als jullie dit allemaal gedaan hebben, dan blijft er één schoenenbruk over in de zandbak. En hieronder zit een aanwijzing. Als jullie de aanwijzing hebben gevonden, dan mogen jullie weer terug naar de tv, waar jullie de geheime opdracht zullen horen. Veel plezier en succes! Doei!